Twee weten meer dan één. Kun je nagaan hoe sterk je bent als je met z'n zevenen bent? Bij Santéon werken we als 7 topklinische ziekenhuizen in Nederland samen aan verbetertrajecten voor de best passende zorg voor de patiënt. Dit doen we met ons Samen Beter programma. Afgelopen jaar zijn we gestart met het Samen Beter programma voor de patiëntengroep kwetsbare ouderen. In dit filmpje vertellen we je graag meer over de opzet en focus van dit programma. Bijvoorbeeld de patiëntselectie. Binnen dit programma hebben we gekozen voor 70-plussers die zijn opgenomen in het ziekenhuis met minimaal 2 risicofactoren. Zoals het risico op een delier, vallen, ondervoeding of fysieke beperking. In totaal komt dit neer op ruim 25% van de patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Deze kwetsbare patiënten hebben vaak veel zorg nodig en hebben vaak meerdere chronische ziekten. Binnen het verbeterprogramma werken we als zorgprofessionals samen aan een betere zorg. Als Santéon ziekenhuizen proberen wij de zorg voor de kwetsbare ouderen te vergelijken en daarmee de zorg te verbeteren, zodat patiënten sneller opknappen. Waar we binnen het programma vooral bezig mee zijn, is de delierzorg en het vallen. Hierbij moeten we realiseren dat bij kwetsbare ouderen het delier, ofwel acute verwardheid, zeer frequent voorkomt. Het wordt zo bij 30% van de patiënten in het ziekenhuis gezien, waarbij het vaak laat wordt herkend of niet herkend. En we proberen daar een verbetering in te krijgen. Door patiënten goed te herkennen bij een delier en snel te behandelen, zal de opname duur en complicaties kleiner zijn en daarmee worden de zorgkosten ook lager. Wat uniek is aan het Samen Beter programma Kwetsbare Ouderen, is dat er naast medisch leiders ook verpleegkundig leiders zijn. Als verpleegkundig leiders bepalen we voor een groot deel ook de inhoud van het programma. We kijken bijvoorbeeld welke interventies we kunnen verbeteren. We staan tenslotte 24 uur per dag aan het bed van de patiënt en we kennen ook de naaste heel goed, dus we hebben hier een hele goede kijk op. In onze ziekenhuizen vindt de lokale kennisdeling plaats via de aandachtsvelders. Dit zijn vertegenwoordigers van een verpleegafdeling die verantwoordelijk zijn voor kennisoverdracht tussen zorgprofessionals. En dat is erg belangrijk, want kwetsbare ouderen liggen op verschillende afdelingen. En werkwijzen zijn per ziekenhuis en vaak ook per afdeling vaak verschillend. Ik ervaar het uitwisselen van kennis tussen de Santéon ziekenhuizen echt als meerwaarde. Samen kunnen we immers de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Samen weten we gewoon meer.